We vieren het feit dat ESB vandaag 100 jaar bestaat. En dat we dus eigenlijk al 100 jaar economische wetenschap, beleid en politiek bij elkaar brengen. Met de missie om wetenschappelijk gebaseerd beleid te bevorderen. En ik geloof dat economic theory is pushed forward by the stimulus of real problems. If you make the system fully safe, it won't work. Banks are fragile and have to be fragile in this sense. Or else we don't get so many benefits from banks. Beide keynote-sprekers, Larry Summers en Martin Helwig, die hadden het eigenlijk heel fundamenteel over de structuur van de financiële sector. En dat daar inherent een aantal risico's aan kleven. En dat het niet zozeer is dat je de verwachting kan hebben dat al die risico's door overheidsregulering weggaan, maar dat je de pijn van die risico's op een gelijkwaardige manier moet verdelen. Dat vond ik een interessant inzicht. En verder, het was gewoon heel fundamenteel. Vond ik heel, heel erg boeiend. Alle academici die er waren, waren erg kritisch op het gevestigde systeem. Ze waren erg tegen banken. De banken moeten beter doen, ze doen het nu fout. En de regulatie is ook allemaal niet goed. En dat terwijl ik juist dacht dat het juist deze economen waren die dat systeem in stand hielden. En dat vond ik wel interessant om te zien. Hele interessante middag, wat nieuwe inzichten. Ik was met name benieuwd naar Alfred Wijnbergen, zijn reactie op het financiële systeem en hoe we daarop zouden moeten reageren. Echt interessant. Ik vond het mooi dat het debat op een hele andere manier gevoerd wordt dan dat je in de media ziet. Dat is natuurlijk veel politieker. En hier zie je hoe ze op de inhoud ingaan en hoe je tot andere conclusies komt. En conclusies waar ik mezelf beter in kan vinden dan wat je wordt geuit in de media. Ja. En dat heeft mij inderdaad nieuwe inzichten gebracht. Vanavond is eigenlijk het kroonjuweel van het eeuwfeest en het is een heel exclusief diner. Alle economische faculteiten in Nederland hebben een tafel en ook alle zeg maar, relevante beleidsinstituten hebben een tafel en een aantal grote private instellingen hebben een tafel. En er zijn ook politici, dat wordt allemaal gehusteld, dus mensen blijven niet bij hun eigen klikje. En we gaan interessante gesprekken met elkaar voeren over de betrokkenheid bij het Nederlandse beleidsdebat. Dat is een beetje het thema van vanavond. Total nog 100 jaar in deze.